Niet erop, niet erop! Hé, ons volk moet mee, hè. Ja. Oh, ja, oké. Okay. Ja. Ik wou wat intimiteit. Zeg, maar Luc rijdt ook altijd, of wat? Dat wilde jij niet mee rijden. Waarom niet? Met Luc. Ja, maar die rijdt wel. Ja, tuurlijk rijdt hij wel. Rijden, en hoe? Dus ik ben de Luc nu. Jij bent de Luc, maar jij rijdt heel traag en heel beheerst. Oh. Zeg. Ik heb hier een flesje water mee, hè? Ja. Maar ik heb een ander dilemma voor jou. Ja. Wijn of bier? Wijn. Sowieso. Ik drink op een jaar geen twee pintjes. Maar? Nee. Hoe komt dat? Nee. Ah, wel, omdat dat schuimt in mijn keel en dat gaat niet naar beneden bij mij. Dat is het. Dat verteert niet. Dat blijft hier zitten en dat schuim ik helemaal. Dat is allemaal schuim. Dan loopt het over. Ja, dat loopt het over. En mijn wijn niet, dat loopt goed door. En heb je dan een voorkeur voor witte wijn of rode wijn? Ik ben eerder witte wijn. Ja? Witte wijn drinker, ja. Zo, en dan zo'n beetje dat citrus. Zo. Like een Verdejo of een Albarino of een Sauvignon Blanc. Zo van dat soort zaken. Spijt u dat we geen flesje bij hebben? Ja, ik had nu toch wel gedacht dat jij toch daar ging voor zorgen. Hè, zeg. Jij woont aan de zee, hè? Dat is waar. Ik ben geen goede gastvrouw, niet, hè? Ja, nee. Volgende keer. Nee, dan is het champagne. Is het goed? Dat is goed. Echte bubbels. Introvert of extravert? Wie? Dilemma. Kiezen. Ik heb graag extravert. Zo, mensen die introvert zijn, ja, dat vind ik een beetje moeilijk om daarmee mee om te gaan. Pas op! Oei. Bart, pas op. Maar jij is ook de rem, hè? Jij hebt dus ook een rem. Ik wist niet wat dat was. Zie, maar wij zijn alle twee extravert. Je ziet gelijk dat wij... Ja, maar hè? Zou dat lukken samen? Zou dat niet een beetje te veel zijn? Maar nee, ik vind dat geeft energie. Bij mensen die heel introvert zijn, zo, dat weet je toch niet goed wat je daaraan hebt? Nee? Nee. Hè? Die zijn dan niet... Die zijn introvert. En ik heb graag dat ik weet wat ik aan mensen heb. Het hart op de heb. Ja, het hart op de... Ja, maar zij duurt niet. Ik doe al het werk. Want Luc is... Luc is ook extravert, vind ik. Ja. Vind jij van niet? Hij komt misschien introvert over, maar hij is wel extravert. Ja. Toch minder dan jij, vind ik. Ja, dat is wel waar. Ja. Maar ja, ik denk op een schaal van 100 is iedereen toch een beetje verschillend wat dat betreft. Ja, je hebt mensen die heel gesloten zijn en mensen die heel open zijn. Ja. En ik zit zo rond het 90, denk ik. En Luc rond de 65, 70. Ja. Dilemma nummer 3. Oh, zwiet en weg nog een platte band. Naakt tuinieren of toch maar met de kleren aan? Ik denk toch maar met de kleren aan, want als je zo met sproeistoffen... Alhoewel, ik gebruik geen sproeistoffen. Nee. Maar als je nu onkruid wiet, dan zit alles in de weg, toch? Nee? Als ik je weet op dat de knieën in de tuin... Dat heb je gezegd, jong. Allee. Is je komkommer zo doe groot? Jij, ja. Zeg, wat doe jij dan? Ja, nee. Ik tuin hier sowieso niet. Ik heb geen groene vingers. Nee, met kleren aan, hè. Maar gebeurt dat je thuis zo eens zonder kleren rondloopt? Als ik uit mijn bed kom soms, ja. En dan mijn tanden poetst en dan... Ja, dan. Zeg, wat vragen ze dan? Gewoon, vraag me dat dan af. Nee, maar... Als je slaapt naakt, ja. Soms als het te heet is, als het te warm is. Zo. Vind ik dat wel. Dus nu in de zomer. Geen pyjama. Nu eigenlijk niet, nee. Nee. En als het dan zo warm is, zwemmen in de zee of in het zwembad? Oh, ik zou zeggen de zee, maar... Daar is hij. Ja, doe die kleren uit, hè. Maar het probleem is soms dat ik bang ben van kwallen. Daar heb ik een hele grote schrik van. Omdat die... En in Spanje hebben we dat ook. En soms zijn je aan het zwemmen en zie je soms de kwallen zwemmen. En als die kunnen... Dat kan heel pijnlijk zijn. Ja. Dus daarvan heb ik wel schrik. Maar voor het, eigenlijk, ja, dus de zee is fantastisch, hè, om in te zwemmen. Veel natuurlijker en veel... voelt u dat veel meer één met de natuur, terwijl in een zwembad, ja, dat is toch iets kunstmatig. Dus ik zou zeggen, de zee zonder kwallen. En zonder haaien. Ja. En zonder van die vleesetende vissen.
Nou, dan schiet er al niet veel meer over, hè? En zonder... Dus eigenlijk een zwembad. Nee, maar als je tijd zou hebben, zou je dan nu zeggen van... Oeps, kom, zwembroek aan, zeetje in? Als het warm genoeg is. Ja, maar moet... Ja, als ik zwem, ik wil toch altijd zo in een temperatuur van 28, 29 graden. Het water. Dan moet je niet voor de zee kiezen, hè, Bart? Jawel, in warme landen is dat zo warm. Nee, waar gaat het jawel, jij? Jawel, in Spanje is dat warm, dat water. Dat is lekker. Ik denk dat je mij toch een keer op uw plaatje moet uitnodigen. In plaats van omgekeerd. Grijs worden of kaal worden? Grijs worden. Mijn vader, zaliger, die was prachtig zilvergrijs. Die had een heel bos haar en echt zo, ja, puur zilvergrijs. Dat was echt heel mooi. Ik vond dat heel mooi. Ja, moest ik nu beginnen kaal worden, dan zou ik alles afscheren. Ja? Ja. Dan zou ik helemaal kaal willen zijn. Maar je hebt niet een aanleg, nee, hè? Ik heb geen, nee, ik heb chance. Kaarslicht of zonlicht? Hey, trappen, hè? Dat vind ik de moeilijke. De twee. Nee. Allee. Je moet kiezen. Ja, dan zonlicht. Waarom? Ja, ik ben een jongen van de zon. En dat is, mijn humeur hangt soms af van het weer. Dat is eigenlijk bij mij. Echt? Als zo regen en miezerig en vies is, dan ben ik... En is dat dan voor de hele dag om zeep? Ja, niet om zeep, maar ik heb graag... Ik vind dat de mensen, je ziet dat toch, dat de mensen ja, zijn dat veel... Dat is toch zo, hè? Mensen zijn gelukkig, ze lachen, ze babbelen, ze zijn sociaal. De mensen zijn helemaal anders tegenover als het regent. Ja, zelfs het ergste is minder erg als de zon schijnt. Hè? Allee. Ja. Nee? Ja. Maar die kaars, ik was gaan denken aan die kaarsjes. Ik vind dat wel leuk. Zo. Ik ben wel een romanticus. Zo'n kaarsje op tafel en zo wat sfeer maken. Ja? Ja. Een rustige oude dag met Luc. Of nog eens passioneel verliefd worden? Een rustige oude dag met Luc. Dat is geen dilemma. Nee? Nee. Passioneel, zijn jij al ooit passioneel verliefd geweest? Maar je hebt dat toch voor gehad? Ja, maar dat is, niet, dat, is echt, dat is niet tof. Dat wens ik niemand niet toe. Nee? Nee. Nee, dat is niet tof. Weet je, passioneel verliefd zijn, dat is een chemie in je hersenen. Dat geloof ik in. Hè. Dat is gelijk. Dag, madame. Dat is gelijk. Je hebt gelijk bijvoorbeeld rouwen, hè. Dat is ook chemie in je hersenen dat je krijgt voor een soort trauma, hè, van iemand is weggevallen, dan berouwt je. En dan tijd moet daarover gaan om te helen. Dat is eigenlijk hetzelfde met passioneel verliefd, dat is echt, dan ben je voor geen reden vatbaar. Dat is iets anders dan verliefd worden. Hè. Gewoon iemand graag zien, verliefd worden, is totaal iets anders dan passioneel verliefd. Of met die passie en zo, die drang, die, dat is totaal geen reden meer. En dat wens ik niemand niet toe. Dat is echt dan zou je nog eens graag verliefd worden? Nee, helemaal niet. Nee. Waarom? Ik zie Luc graag. Ik hoef niemand... Nee. Het is ook een schone mens om graag te zien. Hè? Dat is absoluut waar. Ik zie die ook graag. Zit jij die ook graag? Maar ja, ik zie jullie alle twee graag. Ah, wel. Nee, ik krijg een kusje op de nog. Dat is de eerste keer dat ik een kus op de hoek heb. Maar voilà, kijk, we zijn bij Kim de Brief de eerste kus gehad op de hoek. Op de hoek. Ik heb nog nooit gekust op de hoek. Allee, kom hier. En nog nooit getongzoend. Allee, kom. Allee, ik had gezegd, hè. Het is bij daar voor op het sturen. Nooit meer theater of nooit meer zingen? Dan moet als hetzelfde theater is toch ook zingen, hè. Zeg, dat wat een vraag is dat nu. Wat was dat? Was dat glas? Ah, ja, dat was glas. Zie, dat is een platte band. Nooit meer in het theater of nooit meer zingend op een podium? Goh, weet je dat theater? Ik weet nog niet hoe dat gaat zijn. Hè. Het is voor mij is dat nieuw. Ik heb wel in het begin van het jaar de Soundlink Show, de toneelstuk gespeeld. Ja. Dat deed ik heel graag, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, dat was ook nieuwer voor mij. Hè. Zo, terwijl het zingen, ja, doe ik dat ondertussen al dit jaar 35 jaar professioneel. Hey, dus, feestje! Maar ik denk dat dat theater heel erg gaat meevallen. En weet je waarom? Dat is veel intiemer. De mensen zijn luisteren, zitten stil. Je kunt ze bijna aanraken. Dat is toch nog wat anders dan een feest waar mensen om zingen en dansen zijn. Dat is toch anders dan
Ja. Gaat je publiek dus aanraken? Dus wie zet ik mijn joker in? Magda. Ja? Gaat het publiek aanraken? Dus dat zie je. Maar vertel nu eens één kleinigheid. Ah, ik heb al van de dimensies, dat is daar. Ja, maar nee. Ah, wel, dat is ook iets. Het leuke. Eén leuk dingetje. Als je dan uw joker inzet, wil ik wel iets weten een van leuk de show. Dingetje. Ja. Wat dat je zelf echt tof vindt. Ik vertel ook over mijn eerste lief. Mijn lieven. Lieven. Voilà. Maar dat is al meer dan genoeg. Dat is toch schoon, hè, dat ik u dat meegegeven heb. Terwijl de Luc daarbij is. Maar ja, die kent dat verhaal natuurlijk. Allee. Ah ja, die kent dat, ja. Maar hij weet niet dat hem in de zaal zit. Wie zegt dat dat over hem ging? Ah. Ja, zie je? Nee, voilà. Oké. Okay. Nee, dat gaat tof zijn. Dat zal wel. Ik ga komen kijken, hè. Ja, ik weet het. Iemands toekomst... Wacht, hè. Iemands toekomst kunnen voorspellen of iemands gedachten kunnen lezen? Iemands gedachten kunnen lezen, dat vind ik toch wel leuk. Zou je dat soms willen? Toekomst voorspellen, ja, ik bedoel... Toekomst kun je toch niet... Ja. Ik weet niet wat dat doet. Ja, maar stel dat kon. Wat zou je dan kiezen? Ja, ik vind de gedachten... Ik ben heel into mensen zo. En ik wil graag, als ik met iemand babbel of spreek... Ik wil die... Als ik iemand graag heb, ik wil die dan ook knuffelen. Ik wil die aanraken. Ik wil daar alles van weten. En ik wil dan ook echt weten hoe oprecht dat echt zijn. Ik vind mensen die oprecht zijn, vind ik heel belangrijk. Vooral, ik denk dat komt door ons vak, want wij worden al dikwijls benaderd door mensen die, ja, die dan heel lief en vriendelijk zijn, maar die dat niet echt menen. En ze doen dat dan ja, omdat we dan bekend zijn, denk ik. En als je op zo'n moment gedachten kunt lezen, dat zou ik toch wel leuk vinden om te weten van wie is nu echt oprecht en wie niet. Alhoewel, ik voel dat wel. Dat kun je toch wel zien en voelen. Ik heb daar een extra met de jaren. Ja, het is de zintuig zo. Ja. Toekomst voorspellen en als er iemand, hè, dat iemand gaat doodgaan, ik moet dat niet weten. Hè. Dat is zo toch fijn, vind je dat niet? Ja. Dat is niet leuk. Maar dus, zou je het even fijn vinden dat iemand anders jouw gedachten zou kunnen lezen? Oh, die mogen dan. Ja. Oh ja. Altijd? Op elk moment? Ja, maar pas ja, op. Nee. Meneer, pas op. Tuut. Ja. Nu wil ik je gedachten kunnen lezen. Want dan mogen dat zo nog wel lachen. Hè. Ik denk dat ik het al kan. Nee, maar serieus. Zou je dat niet eng vinden? Ja, nee. Nou, ik... Nee. Mensen mogen van mij weten wat ik... Ja. Zou jij dat eng vinden? Ja, ik zou dat toch niet altijd willen weten, hoor. Ja, er zijn natuurlijk situaties dat je zegt van... Wat is dat hier? Ja, dat zullen ze dan weten. Hallo. Ja. Nee, laat het mij maar bij andere mensen. Hè? Ja. Ja. En dan de mensen die bij mij. Nee. Oké, dat is afgeklopt. Ik heb er nog eentje. Een optreden geven in jouw ondergoed of nooit meer ondergoed kunnen dragen? Wat is dat voor iets raar? Dus een optreden geven in mijn ondergoed of... Nooit meer ondergoed kunnen dragen. En waarom zou ik dat niet meer kunnen dragen? Het is een dilemma. Ja, wat zou dat zitten waar zijn? Heb jij dat uitgevonden? Nee. Van die onderbroeken? Nee. Wie dat dan? Trapt. Trapt. Blijf in beweging. Ja, op zich in mijn ondergoed, dat zou ik nooit. Ik zou me doodschamen. Dat zou ik niet... Dus dan draag ik geen ondergoed, hè. Dat is goed. Nooit meer ondergoed. Nooit meer ondergoed. Okay. Het is beslist. Maar waarom zou je schamen? Maar allee, ik heb niet geen lichaam om in een onderbroek te staan zingen, zeg. Zou ik verschieten als jij hier nu je kleren zou uitdoen? Je zou zeggen, oh, wauw. Ah, zie. Nee. Schaam jij je voor jouw lichaam? Nee, maar ja, als ik op een podium zou, jij niet op een podium gaan staan in een bikinietje? Dat is ja, maar... Ja. Hè? Ah, nee, ik heb geen Veronique de Kok lijf, hè. Ja, maar ik ook niet. Gelukkig. Dus gewoon nooit meer ondergoed dragen. Nooit meer ondergoed dragen. Zeg, mensen gaan zeggen, wat een vuilerik is dat.
Draaide jij gewoon onderbroeken of zo van die boxershorts? Ik heb spannende shorts. En ik koop die, ik koop die altijd in hetzelfde merk, al jaren. Ik vind dat belangrijk voor ook als je optreedt, dat dat niet aftekent en zo. Oh, wat is dat? Dat is ook leuk om op te rijden. Hé, hey, maar dat maakt muziek, hè? Nee. Ken je dat? Nee. Ja, ja, ja. Echt waar. Echt waar. Oh, wacht. Dat is vreed tof, want dat beweegt. Maar nee, dat gaat niet lukken, Bart. Dat gaat niet lukken. Stop! Maffe! Dat lukt wel. Het lukt niet. Oh, pas op, pas op. Ja, dat lukt wel. Oh, alright. Dat is, ik weet niet hoe tof. En wat is dat? Ja, dat is gewoon zo. Een stier. Ja, dat is een stier. Kan u dat eens demonstreren aan Bart KL? Ga er een keer op zitten. Ik weet niet. Is dat, heb je een tot een bepaald gewicht? Is dat tot een bepaald gewicht? Is het waar? Wat wilde jij zeggen? Dat ik zwaar weeg of wat? Maar als je dat eens wilt proberen... Allee, twee, ik weet niet wat dat twee is. Nog één dilemma, ja. Terwijl we naar daar rijden. Een droomdag met Luc Appermond op een nacht met Kim de Vries. Of zeg je, oh, fijn. Ziet je dat iets vettig is, hè? Ik wil het antwoord ook niet weten. Aha. Oh, maar je twijfelt nog. Hè? Oh, ja, ik zou een keer met u willen uitgaan. Zo, een is dat? Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Nee? Jij bent een extraverte. Daarom, ja. Daarom. Maar dan ook wel met alles erop en eraan. Met alle... Maar wat is dat dan? Ja. Eten, drinken? Ja. En dat stoel is de... Maar voelt jij soms nog iets voor een vrouw? Nee, maar omdat je dat nu zo zegt. Maar ik ben niet anti-vrouw of zo, hè. Maar voelt jij seksueel iets voor een vrouw? Nee. Ja, maar voilà, dat is dezelfde vraag die je nu aan mij stelt, hè. Toch? Ja, als uw eerste lief, een vrouwtje. Ja, maar ja, dat was toch... Hallo. Dat was... Ja, maar dat was... Weet je, in je puberteit en zo. En dan zijn ze op zoek. Proberen, experimenteren. En je denkt, dat moet zo, maar ja, je bent op zoek, hè. En dat is geen keuze, hè, wat mensen soms denken. Hè. Nee. Je wordt zo geboren, hè. Het was fijn, dank je wel, lieve Bart. Was kei tof met u. Voilà. Op de billenkar. Luc, we zijn er.